kleine meisje. Zit je er lekker? Ja, precies in dat windje, hè? Vind jij wel lekker? En daar zit er ook een. Miauw. Kijk ook hoor. En daar legt er een. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen een hele goede middag. En een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is zaterdag 11 augustus, 13:49, 2018. En vandaag, jawel vandaag, gaan we dus naar de dijk. Want we hebben zwemmen. Ja, gaan een heleboel mensen de zee in. Die gaan zwemmen. Waarom? Je zal wel denken, je bent gek. Het waait, het is kouder geworden. Ja, maar toch. Spieren voor spieren. Daar gaan ze voor zwemmen. Gaan ze helemaal naar Texel toe te zwemmen. En ja, dat is gewoon geweldig. Ja, en Astrid die is weer hier, dus gezellig. Ze zwaait al zonder bril. Zante Joge? Nee, dat heb ik de laatste al vaker gevraagd. Dus ja, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van alles. Ik ga natuurlijk uiteraard vloggen op de dijk. En ze zeggen dat het al om 4 uur begint. Dus ja, dan moet ik wezen, moet ik mijn eigen nog opknappen. Want ik was boven bezig. Even van een hele mooie jurk, die ik jullie nog niet laat zien. Nee, komt pas in december. Heb ik boven hangen. En daar heb ik even een foto van gemaakt. En toen stond Astrid in de tuin. Dus ja, onverwacht. Dus moest ik even snel naar beneden. Ik denk, laat dat opmaken, maar dat komt straks wel. Dus oké, al met al zitten we aan de koffie. Tenminste, koffie is op. Ik ga even nog een nieuw pakje maken. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga mijn hondje zijn muilkorf omdoen. Nou ja, muilkorf, één keer en het is weg. Kijk. Melkkorfje. Die ga ik bij hem omdoen. En dan gaan we met elkaar weg. Ja, ik heb de koper bij me. Want die doe ik ook straks aan. Wanneer ik uit het centrum zelf weg ben. Het centrum weten jullie zo langzamerhand wel. En ja, ik zal even dat... ja, jullie, ik heb de poot dicht. Ha, is dat nou even vervelend? Zo mijn kind zeker. Ja. Niet nodig. Even kijken. Zo. Krijg je melkkorfje op, schat? Hup, kom eens even dichterbij. Ik kan niet bij je komen. Hey. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja, dat mag ook. Zo. Nou, kom maar. Neusje erin. Goed zo. Hé? Je kan gewoon drinken, zegt Karin. Ja. Dus je kan gewoon drinken doen. Ja. Dus, ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, we gaan met die banaan. Zonnebril op. Ja, en ik neem nog een jas mee trouwens. Want het wordt vanavond wel koud. Even in een plastic tas. En dan... Hup. Zo, ik heb dan gewoon een zomerdingetje aan. Maar ik neem mijn winterding mee. Ja. Hup, hup, hup. Warme terug. Zo, die gaat voor in mijn mandje. Zonnebril op. Buiten bij de poort 23 graden. In huis is het ook 23 graden. En buiten op de vlakte is het 18,5 graden. Ja. Dus het is niet al te warm. Kom bezig is dat ik onderweg mijn winterjas zo aan moet doen op de heenweg. Maar dat zien we dan wel weer. Hé, dag schatje. Hé liefie, goed te passen hè. Ja, oké, lieve vrienden. Ze zeggen tot straks op de dijk. Doei, doei.
Thank you.
Ze zouden om 4:00 beginnen, dus ik ben benieuwd. Ik heb de GoPro alweer uitgedaan. Daar ik vanaf nu verder ga volgen met deze camera. Dus ja, een beetje om te staan, dan gaan we verder rijden. Het waait hier natuurlijk als een raket nu. Het is koud. Ik heb een dikkere jas erbij aangedaan, wat jullie wel bovenop de dijk hebben gezien. Het is ruw, het ziet er groen allemaal uit, het is koud. Het is wel laag water, zoals jullie ook zien. Maar het is zo ruw. En ik zal hem weer even terug doen, want ik ben ingezoomd. Dus ho, dat is even terug. En dan wil hij niet terug. Dat is in en dat is verder wil hij niet. Dus ik doe gewoon met de knoppen en is hij straks weer goed. Ik zou zeggen tot later. Andere bootjes klaar. Wat allemaal, ja, filmcamera's van boord hebben, etc. Het is aan de andere kant ook druk. Willem Smit uit Delfgauw, Judith van Ruiten uit Amsterdam als de omgevingsmeester, Koos-Jan van der Velde uit Haarlem, Linda de Wit uit Zandvoort, Louis Repas uit Alkmaar, Marian Brouwer uit Hogeveen, Marianne Kamp uit Wieringenwaard, Mark Harriers uit Staffordshire, Mark Harris, Mirko Muller uit Witten in Duitsland, Mirto Nijman uit Losser, Mirte Nijman uit Losser, Niels Baljet uit Rotterdam, Patrick Volkersma uit Keulen, Patrick Hogervorst uit Barcelona, Pieter Bartelmeijer uit Kampen, Pieter Roel Tuinman uit Weesp, Raoul Guda uit Delft, Richard Boonstra uit Den Helder, Rob Tollenaar uit Smilde, Robin Knook uit Ter Heide, Roy Bradley uit Den Helder, Sander Kooijman uit Haarlem, Sander van Haal uit Amstelveen, Thomas Nispeling uit Den Haag, Vasco Hoving uit Amsterdam, Wouter Smit uit Nieuwegein en Jan Smakman uit Annapolona.
Nou, dan hebben we ook gelijk heel Nederland, Duitsland en Engeland gehad, zo'n beetje met fotografie. Maar dit zijn onze helden en heldinnen die vandaag de oversteek gaan wagen. Die al een aantal maanden in training zijn. Sommigen vinden het een puilenschil, anderen zien er als een beer tegenop, zeggen ze. En schrijven ze op hun eigen stukje op de website. Een beer kan er niet zo tegenop zien als zij zelf. Maar we zullen zien hoe dat gaat. Sommigen zijn geroutineerd, hebben het meerdere keren gedaan. Voor anderen is het een primeur. Maar het meest fantastische is dat ze allemaal ongelooflijk veel geld hebben ingezameld voor spieren voor spieren. En dat is de doelstelling van BeTough. Spieren voor spieren, zoveel mogelijk te steunen om kinderen met een spierbeperking te proberen te genezen. Om daar geneesmiddelen voor te zoeken en te vinden. Zodat zij straks toch op dezelfde manier kunnen leven als mensen op een normale manier doen. En dat vinden wij normaal dat je kan voortbewegen, maar dat blijkt dus niet zo altijd te zijn. Ze druppelen letterlijk binnen, een klein beetje wit om de neus sommigen, van ja, het is toch wel een stevige zee. Ze hebben twee keer geoefend dit jaar, in ieder geval in een clinic. En het was op 10 juni op een zondag en op 8 juli. En toen waren de weersomstandigheden prima. Het weer, wind was kalm, maar nu is het toch even iets anders. Ik moet zeggen, de watertemperatuur is nog wel erg goed. Het is twee dagen een mindere temperatuur geweest, maar niet zodanig minder dat er vochtverschijnselen zijn. Het water is denk ik rond de 19, 20 graden. Ik heb zelf net om 10 uur nog een loodskanaal en die niet meer mogen zwemmen. En dan was de temperatuur inderdaad een paar graden lager dan die dagen eerder. Maar dan heb je het gewoon over lekker warm, lauw eigenlijk en geen enkele kou. In de zee is het natuurlijk ietsje anders, maar het is goed te doen van temperatuur. Zowel boven het water als in het water en het gaat er vooral om de windkracht. Die is een kracht van ongeveer 5. De golfslag werd vermeld voor de organisatie in het begin wat stevig. Dus de deelnemers moeten zich daar doorheen worstelen. Ze zullen ook niet rechtstreeks overzwemmen. Dat lijkt een kort stukje, dat is het ook. Maar door de stroming kom je dan niet op Texel uit. Maar dan wordt het Zeeland op Terschelling. En daar kan je een hele zieken hebben waar je het niet de doelstelling voor vandaag. Daarom zullen ze eerst links, de linkerkant op zwemmen, achter de kano gaan, dat is een beetje richting de razende bol, want dat zand wat je daar links bloot ziet. En dan gaan ze op een gegeven moment rechts mee met de stroming en proberen dan aan de overkant de boot te bereiken. Bij elkaar is dat dan een kilometer of 4 tot 4,5. Er werd ook gezegd dat ze van Texel niet gelijk naar de boot toe moeten zwemmen, maar die boot links moeten houden, zodat ze inderdaad met de stroming mee echt bij de boot uitkomen. Want anders zwemmen ze nog 500 meter. Of er nou andere filmcamera's staan van televisie en al, of weet ik. Maar ik weet er niks uit. Er worden wel kinderen al afgeschermd, denk ik, ja, moet je niet meenemen, want ik kom ook op televisie. De meeste hijsen zich in hun wetsuit. En dat is inderdaad een hele goede bescherming tegen daar wordt niet aan gedacht. Om wat hoger op het water te liggen. Ze hebben allemaal ook een badmuts op, zodat ze goed herkenbaar zijn. Er zijn voor de 44 deelnemers zijn er 22 kanovaarders beschikbaar. En nog een aantal gewone boten. Dat moet ik wel voor ontzorgd op. Dat mocht ons aan de hand zijn en onmiddellijk begeleiden. Lekker hè? En mensen dus ze kan helpen om richting... Ja. En daar geniet je er extra van. De start is gepland tussen 3:45 en 4:30. Dat klinkt wel gek. Alsof alle 44 deelnemers om de minuut het water in gaan ongeveer. Dat is het niet. Het moet gewoon gekeken worden naar het juiste moment van de stroming, het juiste moment van de tij. En dan zal onze kindambassadrice zorgen van vrijheid bij spieren van spieren heet Olivia. Die zal ze met een druk op de toeter of met een baas wegschieten, zoals het heet. En dan kunnen ze starten, maar het gaat inderdaad tussen nu en een half uur gebeuren. Dus ik verzoek wel de deelnemers, gaat ze zo goed mogelijk wel hard. Bereid je ook mentaal voor. Tussen de oren zit het zo zelf, zeggen ze wel eens. En maak je klaar voor de wedstrijd. Zorg dat je de tocht aankomt. Hey,
Wat mij betreft kan er weer even muziek worden gedraaid. Dat is altijd goed voor de spieren om even los te maken. Zit je er tegenaan? Ja, ik vlog hoor. Ja. Het ziet er wel pittig uit, hè? Ja. Ik vind het leuk. Het is wel pittig toch, ja. Lijkt me nou ook zwaar toen, omdat het veel ruwer en veel kouder is dan vorig jaar. Als we het afgelopen zaterdag hadden gedaan, dan was het echt een walk in the park geweest. Maar nu ja. Hij is ook leuk. Ik hoop dat jullie het redden. Daar gaat het om. En de plezier erin en het doel waarom. Voor het spieren verspieren, hè? Ja, daarom. Mijn man die had ook spierziekte. Hij is weliswaar niet aan overleden. Hij had nog meer dan enkel de spierziekte wat we niet wisten. Ja. Maar hij had mitochondriale myopathie. Een mond vol. Ja. Ik vind het erg fijn dat we dat kunnen doen. Ja. Vinden wij ook blij. Ja. Echt. Dankjewel. Zet hem op, hè. Ik hoop dat jullie haar hebben kunnen verstaan. I hope so. Wat leuk. Thank you.